Goedemorgen, beste kijkers, bij de viering van de goddelijke liturgie van de heilige Johannes Chrysostomos vanuit de orthodoxe kerk van de heilige Amandus in Kortrijk, ter gelegenheid van de zesde zondag van Lucas en het feest van de heilige Tabitha, Marcianos en Martirios. Wees welkom. Gezegend is het koninkrijk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons in vrede bidden tot de Heer. Om de vrede van boven en de redding van onze zielen bidden wij de Heer. Om vrede voor de gehele wereld, standvastigheid van de heilige kerken, Gods en eenheid van allen, bidden wij de Heer. Voor dit heilig Godshuis en voor hen die er met geloof, eerbied en vrezen Gods binnentreden, bidden wij de Heer. Voor onze aartsbisschop Athenagoras, de eerbiedwaardige priesters, vader Pius, de diakens in Christus, alle geestelijken en het volk, bidden wij de Heer. Voor koning Filip, koningin Mathilde en speciaal vandaag voor prinses Elisabeth, die hedenjarig is, het koninklijk huis, de regeringen van ons land en hen die het beschermen, bidden wij de Heer. Het doel van de orthodoxe goddelijke liturgie is dat de gelovigen op aarde reeds kunnen deelnemen aan de eeuwige liturgie rond de hemelse troon van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Daarom zijn de eerste woorden van de priester: gezegend is het koninkrijk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Die hemelse liturgie wordt stapsgewijs ontsluierd in de mate dat de gelovigen en geestelijken er zich gaandeweg op voorbereiden. De eerste stap is het streven naar vrede. Dat blijkt uit deze eerste litanie die nu wordt gebeden, de grote of vredesectenie. De eerste zin daarvan, laat ons in vrede bidden tot de Heer, verwijst naar het streven naar vrede in onszelf. Door de tweede bede, om de vrede van boven en de redding van onze zielen, maken we duidelijk dat wat, of liever wie, de bron van de vrede is, namelijk God. De derde bede, om vrede voor de gehele wereld, standvastigheid van de heilige kerken Gods en om eenheid van allen, verwoordt het verlangen dat de vrede de gehele wereld zou beheersen. De vredesectenie eindigt met de aansporing om, in navolging van de Moeder Gods Maria en van alle heiligen, ons hele leven te richten naar Christus God, die leven en vrede geeft. Want u komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. De vredesectenie wordt gevolgd door twee korte litanieën, telkens afgewisseld door gezongen verzen uit de psalmen. De eerste antifoon bestaat uit verzen uit psalm 102 die Gods goedheid bezingt. De orthodoxe goddelijke liturgie wordt vandaag uitgezonden vanuit de parochie van de heilige Amandus in Kortrijk. De eredienst wordt voorgegaan door priester Philip Mevis, de rector van de parochie, en vader Philip wordt bijgestaan door lector Nebojša Hinić. Het koor wordt vandaag geleid door Bert Foré. De parochie gebruikt overwegend Nederlands als liturgische taal,
doorspekt met de talen van de uiteenlopende landen van herkomst van de parochianen. De orthodoxie is namelijk niet voorbehouden voor Russen, Grieken of Roemenen, maar is voor iedereen. Omwille van de coronamaatregelen is zowel het aantal koorleden als het aantal in de kerk aanwezige gelovigen strikt beperkt. Want van u is de macht en van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. De kleine ectenieën, die u nog een paar keer zal horen, zijn eigenlijk een korte samenvatting van de vredesectenie. De tweede antifoon die u nu hoort, bestaat uit versen uit Psalm 145, die bezingt de Heer, die eeuwig heerst en de waarheid bewaakt. Hij zorgt voor hulp, genezing en hoop. Die psalm wordt gevolgd door Homonogenis Ios, of eengeboren zoon, waarin aan het mensgeworden woord van God wordt gevraagd dat hij zich over ons mogen ontfermen. Het is een van de oudste christelijke gebeden die nog steeds in de liturgie worden gebruikt en verwijst letterlijk naar het eerste concilie van Nicea dat de goddelijkheid van Christus verdedigde. En Irini tu Kyrio Dei Tomen. Andi la vus osson eleison, che dia filaxonimas, o teos tis ikariti. Tis panagia sacrandu hiperevlogimenis, en doxu despinis imon teotoku, ca hipertenu Marias, metapandon ton agion in monefsandes, ca aiftus, ca alilus, ca passantin zoinimon, Christo to teo paratometa. Want gij zijt de goede en menslievende God, en tot u zenden wij de lof, tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Meester Heer, onze God, die in de hemel, de legioenen en de heerscharen van engelen en aardsengelen, het aangesteld voor de dienst van uw heerlijkheid,
Geef dat met onze intocht ook de intocht geschieden van de heilige engelen die samen met ons dienen en uw goedheid verheerlijken. Want u komt wel heerlijkheid tegen en bidding, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De zaligsprekingen uit de bergrede vormen de derde antifoon. Zij vormen de openingsrede van Christus in het evangelie van Matthäus, waarbij hij meteen de kern van zijn leer uiteenzet. Zoals de bergrede de openbaring van Christus, Gods woord in de wereld symboliseert, zo wordt het evangelie op het einde van de derde antifoon plechtig de kerk binnengedragen en naar het heiligdom gebracht. In vroeger tijden bracht het godsvolk bij het begin van de goddelijke liturgie het evangelie plechtig de kerk binnen van de plaats waar het veilig werd bewaard. Die intocht groeide in de loop der eeuwen uit tot een symbolische intocht van het woord van God. Dat woord van God, die logos, is Christus, wiens ultieme icoon het evangelie is. Zegend is de intocht van alle jaren die immer meer aan tijd en in de eeuwen der eeuwen aan. Wijsheid staat recht. De orthodoxe parochie van Kortrijk is overwegend Nederlandstalig, omdat ze openstaat voor alle orthodoxe christenen. Zowel Grieken, Russen, Roemenen, Georgiërs enzovoort, als Vlamingen. Wijlen aartspriester Ignaz Pekstad stichtte ze in 1993 op vraag van enkele orthodoxe christenen uit de regio, waaronder de latere priester Pius Pauwelijn en Andreas Dikometis. De kleine groep groeide gestaag, waardoor de nood groeide aan een eigen kerkgebouw. Hoewel de middelen erg beperkt waren, kon de gemeenschap een erfpacht krijgen voor de moderne Sint-Ludgardiskerk die onttrokken was aan de Rooms-Katholieke Eredienst, zodat de orthodoxe goddelijke liturgie sinds januari 2003 in de Loodwitstraat wordt gevierd. Door geduldig giften te verzamelen en de nodige spaarzaamheid kon een deel van het gebouw als parochiaal centrum worden ingericht. Nadien werd in een ander deel een vrijstaande koepelconstructie geplaatst, zodat de kerkruimte de typische kenmerken van een traditionele orthodoxe kerk bezit. Ze werd in 2009 ingezegend door toenmalig metropoliet Pan de Leimon en in 2001 beschilderd door de iconografen Dragomir en Nemanja Marunic en Dragan Stankovic. Een orthodox kerkgebouw bestaat uit drie delen. Een voorhal of narthex, een kerkschip en een altaarruimte.
dat is gebaseerd op vele lagen symboliek. De meest gekende is die van de tent van het Oud-Testamentisch tabernakel die doorwerkt in de tempel van Salomo in Jeruzalem. Het voorhof van de tempel werd het voorportaal, het heiligdom werd het kerkschip en het heilige der heiligen werd de altaarruimte. De koepel benadrukt de ontmoeting van het kerkschip met de altaarruimte. Een andere symboliek is die van het hemelse Jeruzalem, zoals beschreven in het boek van de Apocalyps of Openbaring. Binnen die stad met 4x3 poorten zal God onder de mensen leven. In de orthodoxe kerk herinnert de koepel aan die aanwezigheid. In deze kerk verwijst ook de achthoekige binnenbouw naar de Apocalyps. Minder bekend is het beeld van de kerk als aards paradijs. De tuin van de altaarruimte wordt omheind door de iconenmuur, waarvan de poorten door een engel worden bewaakt. Centraal neemt het kruis de rol op van de boom van de kennis van goed en kwaad en het altaar die van de bron van de levensstroom, de heilige communie die alle gelovigen voedt. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Het Trisagion, Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, ontferm u over ons, verwijst naar de hemelse lofzang rond de troon van God. Het driemaal heilig komt voor in het boek Jesaja, maar ook in het boek Apocalyps, Openbaring, waar het wordt gezongen door de vier dieren. Na het Trisagion volgen enkele psalmversen ter voorbereiding op de apostellezing en de Alleluia-versen voor de evangelielezing. Laat ons aandachtig zijn, vrede aan allen. Met uw geest. Wijsheid. Prokimen in toon 3. Zingt hem psalm voor onze God. Zingt hem. Zingt voor onze koning. Zingt hem psalm. Zingt hem psalm voor onze God. Klapt in de handen, jeugd voor God met vreugdekreten. Zingt hem dan voor onze God, zingt hem, zingt voor onze koning, zingt hem. De Heer is verheven, ontzagwekkend, Hij is een koning, groot over heel de aarde. Zingt hem dan voor onze God, zingt hem, zingt voor onze koning, zingt hem.
zingt een psalm voor onze God, zingt hem. Zingt voor onze koning, zingt hem psalm. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Laat ons aandachtig zijn. Broeders, ik verzeker u, broeders, het evangelie dat ik verkondigd heb, is niet door mensen uitgedacht. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus. Gij hebt toch gehoord hoe ik vroeger als Jood geleefd heb, hoe ik de kerk van God fel vervolgde en haar trachtte uit te roeien, en hoe ik op het stuk van de Joodse godsdienst velen van mijn leeftijd en mijn volk overtrof. In mijn hartstochtelijke ijver voor de overleveringen van het voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade, zijn Zoon aan mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenvolken zou verkondigen. Daarna vertrok ik meteen naar Arabië, zonder een mens te raadplegen. Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. En van Arabië ben ik weer gekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken. En ik ben maar 14 dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand ontmoet dan Jacobus, de broeder van de Heer. Vrede zij uw lector. I duchowi twojemu. Wijsheid. Beschaamd worden in eeuwigheid. Zodat wij al onze vreselijke begeerten verteren en een geestelijke levenswijze leiden en uw behagen in ons denken en doen. Want gij zijt de vreugde van onze ziel en ik ga op ons verhouden tot u zijn de delen van de vreugde van onze vader en alleen van de leven van de leven van de leven van de leven van de leven. Wees voor mijn beschermende God een toevluchtsoord om mij te redden. Staat recht, laat ons luisteren naar het heilige evangelie. Vrede aan allen. Lezing uit het heilige evangelie volgens de heilige apostel en evangelist Lucas. Ten dien tijde, toen hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem: wat pijnigt, want hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen en men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: wat is uw naam? Hij zei: Legio, want er waren veel demonen in hem gegaan. En zij smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. Zij smeekten hem dat hij hun zou toestaan daarin te gaan. En hij stond het hun toe.
En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af het meer in en verdronk. Toen zij, die hen weiden, zagen wat er gebeurd was, vluchten zij en berichten het in de stad en op het land. Zij gingen op weg om te zien wat er gebeurd was. En zij kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand. En zij werden bevreesd. En ook zij die het gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetenen verlost was. En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg hem van hen weg te gaan, want zij waren met grote vrees bevangen. Hij ging in het schip en keerde terug. De man van wie de demonen uitgegaan waren, bad hem of hij bij hem mocht blijven. Maar Jezus stuurde hem weg en zei: keer terug naar uw huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. En hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had. Laat ons in deze tijden van pandemie samen een bijzonder gebed bidden voor de zieken, de lijdenden, de verzorgers en ons allen. Heer onze God, Gij zijt rijk aan barmhartigheid. Gij leidt ons leven met ongekende hijver en wijsheid. Wij smeken U, verhoor ons gebed. Aanvaard ons berouw over onze vele zonden en maak een einde aan deze epidemie. Gij zijt immers de geneesheer van onze zielen en onze lichamen. Laat ons de Heer bidden. Verleen genezing aan hen die door de ziekte zijn besmet en doe hen spoedig opstaan uit hun ziekbed, zodat zij U kunnen verheerlijken, medelijdende Redder. Bescherm hen die nog niet door de ziekte zijn besmet. Bescherm ons, Uw onwaardige dienaren, onze familieleden en al wie ons lief is. Laat ons de Heer bidden. Heer, wij smeken U, zegen, bescherm, versterk en bewaar door Uw genade ook allen die met naastenliefde een offerbereidheid alle zieken verzorgen, thuis, in verzorgingscentra, bejaardentehuizen of hospitalen. Laat ons de Heer bidden. Bevrijd Uw volk van elke ziekte en elke smart en leer ons opnieuw het leven en de gezondheid naar waarde te schatten en te waarderen als door U geschonken gaven. Schenk ons, Heer God, Uw vrede en vervul onze harten met een onwankelbaar geloof in Uw bescherming, met een eindeloze hoop op Uw hulp en met een ongeziene liefde voor U en onze naasten. Laat ons de Heer bidden. Want U, o God, komt het toe om barmhartig te zijn en ons te redden. En daarom brengen wij U onze lof tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Tijdens de grote intocht zingt het koor het Cherubicon, dat de gelovigen oproept om zich volledig op God te richten. De tekst van het Cherubicon gaat terug tot het einde van de vierde eeuw. Wij die de cherubijnen geheimnisvol uitbeelden en de levensschenkende drie-eenheid het driemaal heilig toezingen, laat ons alle aardse zorgen terzijde stellen. Die hymne begeleidt de intocht van de heilige gaven, die ook vandaag nog
veelal door gewone orthodoxe gelovigen thuis worden gemaakt. De intocht van de gaven werd in de loop der eeuwen uitgewerkt en uit respect opgeluisterd met kaarsen en wierook. Het aanbieden van de gaven opent de liturgie van de gelovigen, waar het tegenwoordig stellen van het offer van Christus in het hier en nu centraal staat. Volgens de orthodoxe liturgische theologie wordt de intocht begeleid door engelen. Het Cherubicon verwijst daarnaar. De hymne slaat daardoor een brug tussen de liturgie op aarde en de hemelse liturgie, waar de engelen verzameld zijn rond Gods troon. Om de zuiverheid van de engelen zo dicht mogelijk te benaderen, bidt de priester een zeer persoonlijk gebed dat hem eraan herinnert dat God al onze menselijke beperktheden helpt overstijgen. Voor de intocht vragen de geestelijken en gelovigen bovendien vergeving aan elkaar. De bewieroking van de gaven beperkt zich dan ook niet tot het altaar, het heiligdom en de geestelijken. Alle aanwezige gelovigen worden ermee geëerd. Iedere mens is namelijk geschapen naar het beeld of icoon en de gelijkenis van Christus God. Elke mens draagt daardoor Gods beeld in zich en is geroepen om zijn of haar leven aan God op te dragen. Alle aanwezigen zijn namelijk volwaardige deelnemers. De orthodoxe eredienst kent geen toeschouwers. Alle gelovigen worden voortdurend door de diaken of priester uitgenodigd om in de mate van het mogelijke actief deel te nemen. In het geval van de grote intocht is dat door het meezingen of meebidden van het Cherubicon. Nu alle aardse zorgen terzijde stellen om de koning van het heelal te ontvangen, ons zichtbaar begeleid door engelen scharen. Halleluja, halleluja, halleluja. Wij die de cherubijnen en geheimenissen uitbeelden en de leven schenken, de eenheid het driemaal heilig toezingen, laat ons nu alle aardse zorgen terzijde stellen om de koning van het heelal te ontvangen, ons zichtbaar begeleid door engelen scharen. Halleluja, halleluja, halleluja. Dat is moeilijk, zusters, vergeef me.
U allen gedenken de Heer onze God in zijn koninkrijk, immer nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. De Heer onze God gedenken al onze overledene broeders en zusters, in het bijzondere vader Silouan, vader Thomas en Bieke. De Heer onze God gedenken al onze zieke broeders en zusters, in het bijzondere Judith, Elisabeth, Christos, Elena, Maria, Mark, Hiba, Spiros, Vania en Pavel. De Heer onze God beschermen u allen orthodoxe christenen, immer nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Laten wij ons gebed tot de Heer voltooien. Voor de hier neergelegde kostbare. Met de smekende litanie nodigt de diaken of priester de gelovigen uit om het snoer van voorbeden terug op te nemen. Tijdens de liturgie van de gelovigen zijn die iets anders dan tijdens de eerder liturgie van de catechumenen, want ook hier staan de aangeboden gaven centraal. Zoals daar straks gezegd, wordt de orthodoxe goddelijke liturgie volledig gezongen of minstens gereciteerd. Zingen is namelijk tweemaal bidden. Toch beperkt de deelname aan de goddelijke liturgie zich niet tot horen en zien. Door regelmatig Gods zegen te vragen, door een kruisteken te slaan, eerbiedig te buigen of knielen, worden niet alleen het verstand, de geest en het hart aangesproken, maar het volledige lichaam. De orthodoxe erediensten proberen alle zintuigen te betrekken in de lofzang tot Christus God, inclusief de geur door de rozen of andere wierook, de tast door het vereren van iconen en de smaak door het deelnemen aan het lichaam en bloed van Christus in de geofferde gaven van brood en wijn. Om vergeving en kwijtschelding van onze zonden en overtredingen vragen wij de Heer. Om al wat goed en nuttig is voor onze zielen en om vrede voor de wereld, vragen wij de Heer. Dat wij de overige tijd van ons leven in vrede en inkeer mogen doorbrengen, vragen wij de Heer. Dat het einde van ons leven christelijk, smarteloos, zonder reden tot schaamte en vredig mogen zijn. En om een goede verantwoording voor de vreeswekkende rechterstoel van Christus vragen wij. Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, glorierijke vrouw, de moeder Gods en altijd maagd Maria, met alle heiligen indachtig laten wij onszelf, elkaar en geheel ons leven toevertrouwen aan Christus onze God. Door het mededogen van uw enig geboren Zoon, met wie gij gezegend zijt, samen met uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Vrede aan allen. Laat ons elkander lief hebben om eensgezind te belijden. Want Christus is in ons midden. Hij is en hij zal zijn. Christos posredi nas. Christus este in miljo cul nostru. Christos en to meso imon.
De deuren, laat ons in wijsheid aandachtig zijn. Ik geloof in één God, Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon, voor alle tijden geboren uit de Vader. Licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, in het wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan wiens rijk geen einde komt. En ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven heeft, die voorkomt uit de Vader, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene heilige katholieke en apostolische kerk. Ik belijd in doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen. Laat ons eerbiedig staan, laat ons met vrezen staan. Laat ons aandachtig zijn om het heilig offer in vrede op te dragen. De anaphora of offergebeden en de epiclese die er het hart van vormt, zijn het hoogtepunt van de goddelijke liturgie of eucharistie. Eucharistie of evcharistia betekent dank, dankzegging. Vergeten we niet dat de goddelijke liturgie of eucharistie het vertegenwoordigen is, het terug in het hier en nu aanwezig stellen en beleven van het Joodse paasmaal dat Christus voor zijn dood deelde met zijn leerlingen. Daarbij wordt God gedankt voor alle zegeningen of berakot uit het verleden, heden en in de toekomst. In de anaphora wordt God eerst gedankt omwille van de schepping. Ten tweede wordt God gedankt omwille van het heilswerk van Jezus Christus, wat het heden is van de liturgie. Ten derde wordt God gedankt voor het neerzenden van zijn Heilige Geest. Daarbij wordt expliciet gebeden dat Gods Geest brood en wijn zou omvormen tot lichaam en bloed van Christus en wij de volheid van Gods Koninkrijk mogen beleven. Waardig is het recht u te bezingen, u te zegenen, u te loven, u te danken, u te aanbidden op iedere plaats van uw heerschappij. Want gij zijt de onzichtbare, ondoorgrondelijke, onzichtbare en onvatbare God, de altijd zijnde, de onveranderlijk zijnde. Gij hebt uw enige geboren Zoon en uw Heilige Geest. Gij hebt ons uit het niet zijn tot het zijn gebracht. En nadat wij gevallen waren, hebt gij ons weer opgericht. En gij hebt zonder ophouden alles gedaan tot gij ons naar de hemel omhoog had gevoerd en ons uw komend koninkrijk had geschonken. Voor dit alles danken wij u en uw enige geboren Zoon en uw Heilige Geest voor alle openlijk en in het verborgene aan ons bewezen weldaden die wij kennen en die wij niet kennen. Wij danken u ook voor deze liturgie die gij uit onze handen wilt aanvaarden, terwijl toch duizenden aartsengelen en tienduizenden engelen bij u staan, de cherubijnen en de serafijnen met zes vleugels en vele ogen, oog opwiekend, het triomflied zingend, roepend, luid jubelend en zeggend.
In de nacht waarin hij werd overgeleverd, of liever, waarin hij zichzelf overleverde voor het leven van de wereld, nam hij brood in zijn heilige, reine en smetteloze handen, dankte hij en zegende, heiligde het, brak het en gaf het aan zijn heilige leerlingen en apostelen, zeggend, neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt tot vergeving van zonden. Evenzo ook de kelk na het avondmaal zeggend, drinkt hier allen uit, dit is mijn bloed van het nieuwe verbond dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Dit verlossend gebod nu indachtig en alles wat voor ons geschied is, het kruis, het graf, de opstanding op de derde dag, de hemelvaart, het zetelen ter rechterzijde en de wederkomst in heerlijkheid, bieden wij u aan, het uwe uit het uwe, in alles en voor alles. Heer, wees mij zonder genadig en ontferming over mij. Heer, jij die Heilige Geest over uw apostelen gezonden hebt op het einde uur, neem hem niet van ons weg, maar hernieuw hem in ons, wij die u ons smeken. Heer, wees mij zonder genadig en ontferming over mij. Heer, jij die Heilige Geest over uw apostelen gezonden hebt op het einde uur, neem hem niet van ons weg, maar hernieuw hem in ons, wij die u ons smeken. Heer, wees mij zonder genadig en ontferming over mij. Heer, jij die Heilige Geest over uw apostelen gezonden hebt op het einde uur, neem hem niet van ons weg, maar hernieuw hem in ons, wij die u ons smeken. Bieden wij u deze geestelijke en onbloedige eredienst aan en vragen, bidden en smeken u. Zend uw Heilige Geest neer over ons en over deze gaven die hier liggen. En maak van dit brood het kostbaar lichaam van uw Christus. Amen. En wat in deze kelk is, het kostbaar bloed van uw Christus. Amen. Ze veranderend door uw Heilige Geest. Amen. Opdat zij voor hen die ze ontvangen worden tot waakzaamheid van ziel, tot vergeving van zonden, tot gemeenschap van uw Heilige Geest, tot vervulling van het Koninkrijk der Hemelen, tot vrijmoedigheid tegenover u, maar niet tot een oordeel of veroordeling. Ook bieden wij u deze geestelijke eredienst aan voor de in geloof ontslapen voorvaders, vaders, aartsvaders, profeten, apostelen, predikers, evangelisten, martelaren, belijders, asceten en voor elke rechtvaardige geest die in geloof tot volmaaktheid gekomen is. En in het bijzondere voor onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, glorierijke vrouwen, de moeder Gods en altijd maagd Maria. De woorden van de epiclese, waarbij zo net gebeden werd dat de Heilige Geest over de gaven zou nederdalen, bewijzen dat de orthodoxe kerk gelooft dat brood en wijn waarlijk lichaam en bloed van Christus worden. Het zijn geen tekens, maar werkelijkheden, in het hier en nu. Toch heeft de orthodoxie die omvorming nooit trachten uit te leggen. Ze beschouwt dat als een geheim dat altijd ondergrondelijk zal blijven voor het menselijk verstand. Zoals de kerkvaders en moeders zeggen, het woord van God is waar, actief en albeheersend, maar ondergrondelijk in zijn werking, in zijn handelen. Als we God zouden kunnen vatten, zou hij geen God zijn, maar een menselijk beeld, een afgod. De Eucharistie is dan ook geen herdenking of uitbeelding, maar een echt offer. Niet het bloedend offeren
van het paaslam, maar de omvorming van het brood en het lam dat geofferd wordt. Zodoende staat de Eucharistie, het ene eeuwige offer van Christus, maar ook zijn verrijzen en zijn toekomstige wederkomst tegenwoordig, en worden we tijdgenoten van de Bijbelse gebeurtenissen. Na de epiclese zong het koor de hymne Action Estin tot de Moeder Gods. En geef ons om met één mond en één hart uw alomgeheerde en hoogverheven naam te verheerlijken en te bezingen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De barmhartigheid van onze grote God en Redder Jezus Christus zal altijd met u zijn. Amen. Ayant fait mémoire de tous les saints encore et encore en paix, prions le Seigneur. Ayant demandé l'unité de la foi et la communion du Saint-Esprit, confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Voor het Onze Vader wordt nogmaals de dringende litanie gebeden. Voor onder meer de neergelegde gaven, een engel van vrede, om al wat goed en nuttig is voor onze zielen en om vrede voor de wereld. Iedereen die dat kan, bidt nu samen het Onze Vader, het gebed dat Jezus Christus onszelf heeft geleerd. Naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavoga. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Buigen wij ons hoofd voor de Heer. Door de genade, de barmhartigheid en de mensenliefde van uw enig geboren Zoon, met wie gij gezegend zijt, samen met uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. God wees mij zondaar genadig en ontferm over mij. God wees mij zondaar genadig en ontferm over mij. Laat ons aandachtig zijn, het heilige voor de heilige. De voorganger breekt het brood en legt het lam in de kelk, waarna de geestelijken deelnemen aan brood en wijn, lichaam en bloed van Christus. De diaken of priester voegt ook het overige brood toe aan de wijn in de kelk, zodat alle gelovigen aan beide gaven kunnen deelnemen. De diaken of priester gedenkt daarbij iedereen voor wie gedachtenis de gelovigen de gaven hebben aangeboden. Gloed van geloof, vol van de Heilige Geest. Vaders en moeders, broeders en zusters, in 2020 hebben wij een tijdje
de goddelijke liturgie niet mogen celebreren. En dat was eigenlijk de gelegenheid om na te denken over de zin van de Eucharistie. Waarom komen wij de zondag samen? Wat is de zin van de Eucharistie? Welke is de plaats van de Eucharistie in de kerk? En vandaag wil ik het hebben over een bijzonder thema van de goddelijke liturgie. Het sacrament van de eenheid. Tijdens de goddelijke liturgie is er een uitnodiging, net voor de geloofsbelijdenis. Dan zeggen wij, laat ons elkander liefhebben om in eenheid te belijden. En vroeger was er op dat moment de vredeskus. Maar dit is met de tijd weggevallen. En ook nu in coronatijden uiteraard. Vroeger was er daadwerkelijk een daad van groeten en omhelzing. Nu roept het ons enkel op tot een houding. En dit is nochtans het belangrijkste gebod van het christendom. Wat betekent eigenlijk christelijke liefde? Wij zijn die woorden zo gewoon geworden. Wij hebben onder de keren horen spreken en preken over de liefde. En Christus zegt zelf, ik geef u een nieuw gebod. Maar wat is er dan zo nieuw aan dat gebod? En om hierop te antwoorden kunnen we kijken naar het evangelie. In Matteüs 5 zegt Jezus, bemin uw vijanden. Deze woorden zijn zo eenvoudig en zo ongehoord moeilijk voor ons. Maar juist omdat dit voorschrift zo hard in onze oren klinkt, geven wij dikwijls hieraan onze eigen persoonlijke en menselijke interpretatie. Wij beminnen liever onze ouders, onze naasten, ons volk, ons land. Wij zien zelfs niet dat het nationalisme in onze eigen orthodoxie sedert lang een dwaling is die het kerkelijke bewustzijn aantast en onze orthodoxie verdeelt. Wij zijn vergeten dat wat betreft de liefde in het evangelie niets natuurlijks staat. Wie vader of moeder, zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig, zegt Christus. Het is werkelijk een nieuwe liefde die onze eigen natuur en onze op zichzelf geplooide wereld die wij onmogelijk kunnen vervullen als wij niet de hulp hebben van God. Wij kunnen dit niet op eigen kracht met onze inspanningen. Maar hoe dan kunnen wij dit gebod vervullen? Hierop is maar één antwoord. Het christendom is geen gebod. Het is een openbaring. Een gave van de liefde. Liefde is voorgeschreven omdat het geopenbaard en gegeven werd. God alleen is liefde. De liefde waarvan het evangelie spreekt. En dankzij de menswording van zijn zoon heeft God een nieuw verbond gesloten met de mens. En hier zit die nieuwigheid. De mens wordt geroepen om verbonden in Christus lief te hebben zoals God. Verbonden zijn in Christus, dat is leven in de kerkgemeenschap, onze gemeenschap. En de missie van de kerk is te getuigen van... Beste kijkers, zoals u merkt is de goddelijke liturgie niet in één uur te vatten en moeten wij hier afscheid van u nemen. De volgende uitzending van de orthodoxe liturgie kan u op zondag 10 januari 2021 op 1 zien. Wij danken u voor het kijken en meebidden en wensen u nog een zalige zondag. Dit maakt dan ons klaar. En pas dan is het voor ons mogelijk om deel te hebben aan de Eucharistie en de communie. Vaders en moeders, broeders en zusters, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof, Heer. En dat dit kostbaar is, ik vraag u niet, ontferm u over mij en vergeef mij al mijn fouten, vrijwillige en onvrijwillige, die ik bij haar heb bewogen, bewust of onbewust, en maak mij waardig zonder veroordeling deel te nemen aan uw ongevlekte geheimen, tot vergeving van mijn zonden en tot eeuwig leven. Amen. Maak mij leven, Zoon van God, deelgenoot van uw mystieke avondmaal. Want ik zal het geheim niet zeggen aan mijn vijanden,
En ik zal haar geen kus geven zoals Silas, maar zoals de moord haar beleidigd heeft. Gedenk mijn Heer in uw koninkrijk. Mijn levende meester, Heer Jezus Christus, mijn God. Maak dat deze heilige geheimen mij niet spreken van de strekken door mijn onwaardigheid, maar tot genezing van de ziel en de lichaam. Amen. Zie ik dat het ook onze onsterfelijke koningin God geeft mij het kostbare heilige bloed van onze Heer God en Heer Jezus Christus. Tot vergeving van de zonde tot eeuwig van de vrouw. Ik kan u zeggen dat de Lord de Heide altijd blijven zijn lof in mijn mond. In de Heer verheft zich mijn ziel. Dat de zachtmoedigen het horen en zich verheugen. Verheerlijk de Heer met mij. Laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zag de Heer niet meer verhoord. Ik ben bevredigd al mijn beproevingen, nader tot hem en wordt verlucht. Uw gezicht zal niet beschaamd worden, wie ze hebben niet geroepen en de Heer heeft hem verhoord. Hij heeft hem verlasterd als zijn kwellingen. De engel van de Heer legt zich rond die hem vrezen, om hem te bevrijden. Hoort en ziet dat de Heer goed is. Zalig.